In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen is Martin van der Hooft in gesprek met Tom van Kampen, lijsttrekker van de VVD. In onze serie gesprekken met lijsttrekkers zit ik vandaag aan tafel met Tom van Kampen. Welkom Tom. Ja. Benjamin van de lijsttrekkers, maar vooral lijsttrekker van de VVD. Zo is het. Ja, ja. Yeah. Ja, Tom, we gaan het vandaag hebben over jullie verkiezingsprogramma. Mm-hmm. 21 maart, een heel spannende periode. Gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten worden steeds belangrijker. En we lopen in een aantal stappen lopen we je het verkiezingsprogramma door. Laten we eens beginnen met de titel. Ik zei, je bent de Benjamin, maar je spreekt de mensen in één keer heel rechtstreeks aan, want het is jouw Zwolle. Ja. Heb je dat zelf bedacht? Nou, volgens mij is de gemeente bij uitstek de bestuurslaag, de plek waar het heel dicht bij het leven van mensen komt. Als je je voordeur open doet, dan krijg je eigenlijk loop je al aan tegen de gemeente. En bij gemeenteraadsverkiezingen gaat het om de keuze die jij maakt voor wat dat voor jou en jouw leefomgeving betekent. En daarom hebben wij gezegd dat ons verhaal, ons verkiezingsprogramma, waar wij met Zwolle naartoe willen, dat gaat over jouw Zwolle, waarin jij je eigen keuzes kunt maken zoals jij wilt leven in onze stad. Past dat dan ook bij de wat nieuwere rol van de overheid, die zich toch een beetje aan het terugtrekken is, wat meer de mensen aan het woord laten? Ik denk het wel, omdat je steeds meer ziet, mensen zijn kritischer, mensen nemen lang niet alles meer voor lief, gelukkig maar zou ik zeggen. En dat vraagt van politici dat ze juist voordat ze grote besluiten nemen, al eigenlijk in gesprek gaan met mensen, luisteren naar hoe mensen bepaalde zaken willen in hun straat of in hun buurt of in hun wijk. Ik denk dat dat een nieuwere vorm van politiek is waar we met elkaar aan moeten werken. Nou, de VVD is een echte bestuurderspartij. Is dat dan lastig of zeg je van nee, dat past ons ook al? Nou, we zijn vooral volksvertegenwoordigers met de poten in de klei. Bovenal Zwollenaren die ook in deze mooie stad wonen. En die ruimte willen geven aan de Zwollenaren om de keuzes te maken in hun eigen leven in onze stad. Ja. Je zegt Zwolle een mooie stad. Het is ook een stad die er heel goed voor staat. Hè? Vertel eens, Zwolle, het is tot in Den Haag bekend, bijna het Zwolse model. Ja. Bij de VVD denk ik altijd eerst aan de economie. Nou, kijk, Zwolle is een stad die zowel qua ligging als qua karakter als qua historie ongelooflijk veel te bieden heeft. En dat wisten wij Zwollenaren, wisten dat natuurlijk al wel heel lang. Maar we hebben gezien dat zelfs in crisistijd, dus sinds 2008, tot aan nu het weer beter gaat, Zwolle een stad is geweest die zichzelf heeft gevonden en in zichzelf is blijven investeren. En dat maakt dat nu het weer beter gaat met de economie in heel Nederland. Dat het nog net even wat beter gaat in Zwolle, want we werken hier graag hard. We hebben hier veel banen te geven, ondernemers vestigen zich hier graag. En dat is hartstikke belangrijk, niet zozeer vanwege die ondernemingen, maar wel voor de banen die zij meebrengen. En die zijn zo vreselijk belangrijk om de Zwollenaren aan het werk te kunnen helpen en een eigen inkomen te kunnen voorzien. Zodat zij ook weer de goede dingen kunnen uitgeven in onze stad, spullen kunnen kopen in onze winkels. En dan zou je kunnen denken van het gaat zo goed, de verkiezingsprogramma's liggen heel dicht bij elkaar, wordt er wel eens gezegd er valt niks meer te kiezen, maar jij stelt eigenlijk van nee, juist nu we het goed hebben kunnen we ons extra profileren en kun je echt het VVD gevoel laten zien. Ja, 2011 was het jaar dat ik lid werd van de gemeenteraad. Nou, toen zaten we toch echt nog wel in het dal van de crisis. Veel bezuinigingsopgaven, weinig geld, dus we moesten echt kritisch kijken naar waar we dat aan gingen uitgeven als stad. Dat is makkelijker dan keuzes maken wanneer het goed gaat. Want op het moment dat je weinig hebt, dan is er weinig te verdelen. Dan praat je daar met elkaar over en dan kijk je wat goed is voor de stad, om de stad toch verder te kunnen brengen, enerzijds. En om mensen niet door het ijs te laten zakken, dat vinden we ook natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar op het moment dat het juist goed gaat en dat er veel te verdelen is en te investeren is in onze stad, ja, dan komt het erop aan hoe je wilt investeren in die groei. En wat betekent die groei nou eigenlijk? Gaat dat met regeltjes gepaard? We willen wel groeien, maar we mogen niet winkelen op zondag. Hoeveel groei wil je geven aan die stad? Doe je dat met regeltjes, beperkend? Of wil je juist ruimte geven voor groei, vrij winkelen op zondag? Mensen zelf de keuze laten wanneer ze de stad ingaan.
of ze met de fiets willen komen of met de auto in de binnenstad. Dat is de keuze die wij willen maken en de keuze die wij de Zwollenaren willen geven bij die groei. Ja. Je zegt het al een paar keer, groei. Groei betekent, en iedereen die zelf opgegroeid is, die weet dat, dat doet af en toe ook zeer. Ja. Die groeipijnen, ook de stad heeft bijvoorbeeld een probleem met bereikbaarheid. Hoe staat de VVD daar dan? Nee, kijk, historisch gezien zien we altijd dat Zwolle al een verkeersknooppunt is. Voor water, voor spoor, voor wegen is Zwolle een ongelooflijk belangrijk knooppunt. Maar dat... en eigenlijk heel klein, hè? Zeker als je naar de binnenstad gaat kijken. We hebben een hele compacte binnenstad. Ja, dus we moeten heel veel op weinig vierkante meters. En het is dan heel makkelijk om te zeggen, we zetten de binnenstad op slot en er mogen geen auto's meer komen. Maar kijk wie je daarmee hebt. De winkelier. Of de Zwollenaar die minder goed te been is en de auto nodig heeft om toch één keer in de week zijn tocht naar de binnenstad te kunnen maken om een winkel, om een boodschap te doen. Ja, de VVD wil dat die binnenstad en überhaupt de hele omgeving rondom bereikbaarheid rondom de binnenstad, dat het goed bereikbaar blijft, dat er goed wordt geïnvesteerd, zodat Zwollenaren zelf de keuze kunnen maken of zij op de fiets of te voet of met de auto naar de stad komen. Dat is ongelooflijk belangrijk. Ja. Nou, even doordenken over de economie. Wat mij opviel in jullie programma was dat je de economische paragraaf hebt geschreven samen met een aantal andere afdelingen in Kampen. Ja. Zwolle staat in de regio, zeg je daarmee? Klopt. We willen daarmee zeggen dat, want als we het over Zwolle hebben en Zwolle in Den Haag en Zwolle de kracht van Zwolle, dan hebben we het natuurlijk over de pracht van onze stad, maar dan gaat het ook echt over die regio die elkaar zo versterkt. Of je het nou hebt over Port of Zwolle, de haven en samenwerking tussen Meppel, Kampen en de stad Zwolle, gemeente Zwolle. Of eigenlijk de hele werkgelegenheid die we met elkaar in de regio organiseren. Ja, dat kun je niet alleen. Zwolle heeft daar een hele belangrijke centrumfunctie als gemeente en die verantwoordelijkheid nemen we. Maar daar hebben we de omgeving en de regio ongelooflijk hard bij nodig. Nou, wij vinden dat als je als politieke partij vindt dat dat belangrijk is voor je stad, moet je zelf het goede voorbeeld nemen. En daarom hebben wij gezegd, we willen die regioparagraaf met de collega's in de regio schrijven. Om daarmee aan te geven hoe superbelangrijk die hele regio is. Ja. Even een heel ander thema. Veiligheid. Ja. We groeien. Dat brengt grootstedelijke problemen met zich mee. De maatschappij is, soms lijkt het wel of de maatschappij wat aan het houden is. Daar hebben jullie een heel duidelijk standpunt over. Ja, ja, eigenlijk is het heel eenvoudig. Je wilt gewoon veilig over straat kunnen. 'S ochtends, 's middags, maar ook 's avonds. Je wil gewoon na 8 uur de straat op kunnen om je hondje nog even uit te laten of een wandeling na het eten of voor het slapen te maken. En dat betekent dat je moet blijven letten op die veiligheid in de stad. Nou, de afgelopen jaren hebben we heel scherp gekeken naar wat is nodig in bijvoorbeeld de binnenstad als het gaat om cameratoezicht. Zodat je veilig kunt uitblijven gaan. Nou, we zijn heel blij dat die uitbreiding van het aantal camera's, daar hebben we ons heel erg hard voor gemaakt, dat dat is gelukt. Maar het gaat niet alleen om veiligheid in de binnenstad. Veiligheid in de wijk. Als je ziet hoe hard snelheidsduivels soms nu nog door de wijken rijden, 30 kilometer zones, gewoon aan hun laars lappen. Ja, daar moet je gewoon hard op inspelen, want je wil veilig over straat kunnen, je wil dat je kinderen veilig op straat kunnen spelen. Moet je echt heel erg scherp naar kijken. En daar willen we als VVD de komende jaren, bijvoorbeeld die handhaving van die 30 kilometer per uur zones, echt een handhavingsteam opzetten. Die samenwerking tussen gemeente en politie om ervoor te zorgen dat die straten veilig blijven. Ja. En nou zeggen critici zeggen wel eens van dat onveilige gevoel wat er heerst is eigenlijk gewoon vooral aangepraat. Maar je zegt toch van ja nee, we moeten vooral richten op handhaving. Ja. Moeten we ook niet, vertellen jullie als VVD ook niet het verhaal van ja maar eigenlijk gaat het wel heel erg goed. Ja. Nee, veiligheid is eigenlijk een heel breed pakket. Hè? Dus het gaat aan de ene kant om zorgen dat je weet wat er speelt in wijken rondom jongeren, bij hangjongeren. Dat is heel erg welzijnswerk, dat is ook veiligheid. Maar bijvoorbeeld ook gewoon verlichting van tunnels. Zorg ervoor dat de stad goed verlicht is, zodat er geen donkere plekjes ontstaan waar onveilige dingen kunnen gebeuren. En soms, ja, het is heel vervelend, maar moet je ook gewoon echt handhavend optreden op het moment dat er dingen gebeuren die niet in de haak zijn. En ja, ik ben het met je eens.
We moeten er daarbij vertellen dat ook als het goed gaat, en dat gelukkig gaat het beter. 4 jaar geleden hadden we te maken met een inbraakgolf in de stad. Gelukkig is dat niet meer aan de orde. Maar dat niet meer aan de orde is, dat komt echt alleen doordat we er werk van hebben gemaakt van die veiligheid. En iemand die zich niet veilig voelt, dat is ook een signaal. En daar moet je ook naar luisteren. En wij vinden niet dat je tegen die mensen maar kunt zeggen, dat is er niet, want de cijfers stonden niet. Je moet veilig zijn, maar je ook kunnen veilig voelen in jouw straat, in jouw wijk en in jouw stad. Ja. En dan heb je het over het gevoel van de mensen. Een van de hoofdstukken in jullie programma heet ook De Stad is van de Mensen. Ja. En dan heb je het over zorg, dan heb je het over thema's die misschien niet helemaal direct bij de VVD geplaatst worden, maar jullie vinden er wel heel veel van. Nou ja, kijk, je geeft aan dat het wellicht niet van de VVD verwacht kan worden, maar... Nou, dat zei ik niet. Ik zeg van, als je aan de VVD denkt, dan is economie en werk, en dat zijn natuurlijk heel belangrijke items, de veiligheid ook. Maar ook over de zorg hebben jullie heel goede ideeën. En toch is die zorg voor ons ook de afgelopen jaren ongelooflijk belangrijk geweest. En een van de belangrijke punten, ook voor ons als VVD. Want je wil gewoon op het moment dat je die zorg nodig hebt en dat je het even niet alleen kunt, wil je gewoon geholpen worden. Wil je er gewoon dat er naar je gekeken wordt en dat je de zorg krijgt die je nodig hebt. Alleen moet je dan ook kunnen kijken naar de keuzes die jij maakt van wat is dan goede zorg voor jou. Nou, wij hebben ons de afgelopen jaren heel erg hard gemaakt dat niet de zorgaanbieders dat bepalen voor mensen, maar dat de mensen zelf kunnen aangeven op welke manier en welke zorg zij belangrijk vinden en willen hebben. Daar hebben we echt hard aan getrokken de afgelopen jaren. En ik denk dat dat is gelukt. Dat is een van die voordelen van de taken die naar de gemeente zijn gegaan. Zodat je echt kunt kijken, wat voor zorg heel dichtbij hebben mensen nou echt nodig. En dat is ongelooflijk belangrijk om mensen die zorg te bieden waar zij behoefte aan hebben. Ja. Ook daar weer geldt dat, je zegt al van er is heel veel uit dat spectrum is naar de gemeente toe gegaan. Mm-hmm. Ook daar geldt weer van dat zowel de inwoners als de politici een nieuwe rol hebben gekregen. Bijvoorbeeld in de wijkteams waar veel meer verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf. Klopt. Ja. Ik denk dat dat goed is. Omdat gemeenten zelf het beste kunnen spreken met hun inwoners en luisteren wat zij belangrijk vinden toegesneden op de Zwolse situatie. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar werk. Die economische positie van de stad is heel goed. Nou, helaas zijn er nog steeds mensen die geen baan hebben en aan de zijlijn staan. Ja, ik vind het niet te verkroppen dat op het moment dat we kunnen aangeven dat de werkgelegenheid stijgt, dat het goed gaat met de economie, we die mensen niet aan het werk kunnen helpen. Juist om die mensen de kans te geven om aan het werk te gaan en het onderste uit de kan te halen. Om zichzelf te kunnen voorzien, om zichzelf te ontplooien. Die decentralisatie, dus die taken die naar de gemeente zijn gegaan, die bieden een ongelooflijk mooie kans om ook als gemeente te zeggen tegen werkgevers die hier zich willen vestigen, hartstikke fijn dat u komt. We zijn ongelooflijk blij dat u hier in Zwolle zich wilt komen vestigen. Maar we hebben ook nog een aantal mensen die wachten op een baan en die zouden graag aan het werk kunnen. Kunnen wij deze mensen koppelen aan u, zodat zij bij u in uw nieuwe bedrijf een baan kunnen vinden? Ik denk dat daar heel veel kansen liggen. En dan heb je het over het hele spectrum van de werkende mensen. Dus ook de mensen die het wat moeilijk hebben, die wat meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals dat mooi heet. Dan ga je echt met die grote bedrijven die we op het ogenblik betalen, ga je echt gewoon mee in gesprek van deze willen we er ook graag bij. Ja, dus dat is echt een baan op maat. Kijken naar wat jij kunt, hoe jij jou best kunt ontplooien, ook als je een afstand hebt tot de arbeidsmarkt, dan zijn de werkgevers echt heel vaak bereid om die mensen een plekje te geven in hun bedrijf. Maar die koppeling en die match, daar moet de gemeente wel werk van maken en bij helpen. En dan zul je zien dat er voor iedereen een plekje is op de Zwolse arbeidsmarkt. Ja. Oké. Wat ik ook wel grappig vond is duurzaamheid. Dat is een heel hot item. Ja. Jullie zeggen het in. Energie is economie. Ja. Dus je maakt daar de koppeling in. Wees daar nou niet zo bang voor. Maar grijp gewoon de kansen. Zorg dat we gaan verdienen aan duurzaam denken. Ja.
Ja, duurzaamheid is te belangrijk en er zitten te veel kansen in om dat links te laten liggen. Je ziet dat er ongelooflijk veel kansen zijn om gewoon geld te verdienen met duurzaamheid. Als jij in de gelegenheid bent om je huis te voorzien van zonnepanelen of toch elektrisch te gaan rijden, ja, dan is het belangrijk dat je aan het eind van de maand ziet dat er daadwerkelijk geld overhoudt in de portemonnee. Ander voorbeeld is natuurlijk dat afval inzamelen. Hè. We hebben veel partijen gezien, ook in de gemeenteraad de afgelopen jaren, die zeiden, als jij meer restafval wegbrengt naar de ondergrondse container, dan moet jij meer gaan betalen. Nee, wij hebben als VVD gezegd, wat is dat nou raar? Waarom zeg je niet met elkaar dat je wordt beloond in plaats van gestraft als jij minder wegbrengt? Dat is een andere manier van kijken naar hoe je met duurzaamheid omgaat. Dus maak het voor mensen aantrekkelijker om mee te doen aan die duurzaamheidsopgave. En zet niet zomaar 3 windmolens bij mensen in de achtertuin neer zonder overleg. Maar ga eerst kijken welk middel, welke duurzaamheidsmaatregel past het beste in welke omgeving. En laat mensen mee profiteren van die duurzaamheidszoektocht. Ja. Dat kan veel meer, zonder dat je dat tegelijk mensen door de strot duwt, zou ik bijna even willen zeggen. Ja, maar dat is heel grappig, want in dat programma staat zelfs een hoofdstukje groen is poen. Dus ja. Daar zouden we met z'n allen aan kunnen verdienen in plaats van dat we het als probleem zien. Ik denk het wel. Ja, het is een opgave die voor ons allemaal kansen biedt. Maar dan moet je de mensen wel in meenemen. En we hebben natuurlijk inderdaad bij het windmolenproject in Voorst gezien, waar echt hele goede bedoelingen achter zitten. Die zal ik echt niet betwijfelen. Maar dat mensen zich daar niet in herkenden. Dat mensen die geconfronteerd werden met die windmolens in Spolde, in Westerholte, in Stadshagen, dat die zeiden, ja, maar dat willen wij niet. Terwijl die mensen misschien echt wel willen meedenken over goede duurzaamheidsmaatregelen. Ja. Dus dan moet je de mensen bij betrekken. Dat past eigenlijk een beetje bij dat gesprek wat we net hadden, ja, over mensen mee laten denken, mee laten bepalen over hun stad. Ja, want dan hebben we het verhaal inderdaad weer rondgemaakt. En er staat nog veel meer in het verkiezingsprogramma. Het is 28 pagina's, zeker net al. De stad is van jou, Zwolle is van jou. En dat betekent... Dat is D66, hè? Jouw Zwolle. Sorry. Daar hebben we er wat minder woorden voor nodig. Het is jouw Zwolle en dat betekent dat we het met z'n allen moeten doen. En dat geldt dan eigenlijk op al die vlakken. Zo is het. Een rol voor de overheid en een rol voor de burgers. Uiteindelijk zit de overheid er voor de Zwollenaren. En moet het gaan om wat voor de Zwollenaren belangrijk is, hoe zij de groei en de ontwikkeling van onze stad willen doormaken. En daarom is het jouw Zwolle en op 21 maart aan de kiezer om een keuze te maken over hoe zij dat Zwolle van jou willen gaan vormgeven. En als het dan op 21 maart rolt zoals jij het wil hebben, dan wordt Zwolle ook nog meer van jou. Ik hoop het, ja, van ons. Ja. Tom, bedankt voor je tijd. Ja. En, we gaan het meemaken op 21 maart. Dankjewel. Ja.